In deze video gaan we het hebben over 5 redenen waarom je angst en spanning voelt in je relatie, terwijl er eigenlijk helemaal niets aan de hand is. Ik ben Pauline en ik ben zo blij dat je er bent, want het kan echt heel goed zijn dat je veel angst en veel spanning voelt, terwijl als je kijkt naar je relatie is eigenlijk alles goed. Op papier is alles goed. En dat kan juist ook wel weer voor angst en spanning zorgen, omdat je denkt, ja, maar als alles goed is, dan moet ik me toch helemaal gelukkig voelen en dan moet het toch... Moet ik me toch goed voelen? Dus dat betekent dat het niet goed zit. En misschien betekent dat dat ik niet genoeg van mijn partner hou. En zo begint de twijfel of kun je heel veel twijfelen. Dus daarom wil ik heel graag 5 redenen met je bespreken waarom je angst en spanning kunt voelen. Terwijl er niets aan de hand is in je relatie. Die ook niets met je relatie te maken hebben. Betekent niet meteen dat je relatie niet goed is. Dus de eerste is, je hebt verkeerde overtuigingen over de liefde. Deze, oh my gosh, ik denk dat 90% van de mensen verkeerde overtuigingen heeft over liefde. Want we leren er zo weinig over. En onze voorbeelden komen heel vaak toch uit films en uit tijdschriften. En dat zijn gewoon niet echt realistische voorbeelden. Want die zijn gemaakt voor entertainment. En dat weten we ergens wel. Maar het komt uit onderzoek dat dat toch echt veel meer invloed heeft dan we denken op onze eigen overtuigingen. Dus als jij bijvoorbeeld gelooft dat een relatie, als die goed zit, als het de ware is, altijd makkelijk moet zijn, dan kan het heel goed zijn dat je veel angst en spanning voelt als het niet makkelijk voelt, als je elkaar niet begrijpt, als hij niet precies aanvoelt wat jij nodig hebt, wat ook zo'n ontzettend veel voorkomende overtuiging is, die niet realistisch is en die niet klopt en die niet leidt tot een gelukkige relatie. Dus verkeerde overtuigingen in de liefde kunnen echt een bron van angst en spanning zijn. Omdat je de hele tijd denkt, maar dit is toch niet hoe het hoort te zijn. Je hebt een soort plaatje in je hoofd en daar ben je de hele tijd mee aan het vergelijken of het wel klopt, of het wel goed zit. En je bent bang dat je anders een verkeerde keuze maakt. Of dat je settelt voor de veilige keuze, zoals heel vaak in een film voorkomt. Wat dus ook echt niet realistisch is en een heel schadelijk beeld is. Want veiligheid is de absolute basis voor een gelukkige relatie, waarin juist heel veel liefde en passie kan bestaan en zelfs ook groeien door je hele leven heen. Cool hè, dat gewoon kan. Dus dat was de eerste reden. De tweede reden is, je wil het graag perfect doen. En dat is ook een van de redenen waarom je dat beeld hebt. Waarom je zo'n plaatje hebt waar je de hele tijd mee vergelijkt. Van klopt dit wel? Moet ik niet meer voelen? Moet het niet anders zijn? Moet hij me niet helemaal begrijpen? Moet ik niet de hele tijd alleen maar bij hem of haar willen zijn? Moet ik hem of haar niet alleen maar de hele tijd aantrekkelijk vinden? Je wil graag dat het perfect is. Dat de relatie perfect is, dus dat jullie perfect bij elkaar passen en een perfect plaatje zijn. Je wil dat je partner perfect is, dat hij je perfect aanvoelt en je wil dat jouw gevoel perfect is. Dat je heel veel voelt, heel intense aantrekkingskracht voelt. En de realiteit van alle gelukkige relaties is dat er gewoon niet altijd is. Er is niet zoiets als een perfecte relatie, er is niet zoiets als een perfecte partner en er is ook niet zoiets als perfect gevoel. Gevoel komt en gaat als eb en vloed. Dat is gewoon wat gevoel doet. En partners zijn imperfect. Er zijn geen perfecte mensen. En ook niet mensen die perfect bij jou passen. Want dat is ook zo'n cliché van, hij of zij hoeft niet perfect te zijn, maar is wel perfect voor mij. En dat is ook niet realistisch. Jouw partner is, net als jij, gewoon een mens. En die heeft zijn of haar dingen. En een relatie is bouwen en is elkaar leren kennen en is je behoeften aangeven en je grenzen aangeven. En dat is heel moeilijk, zeker als je dat nooit hebt geleerd. En dan wil je nog wel eens verlangen naar een perfecte partner waarbij je dat dus niet hoeft te doen. Maar dat is niet waar de oplossing zit, dat is niet waar meer liefde zit. Dat zit hem in die groei in jezelf. Wel die behoeften aangeven, wel je grenzen aangeven en dus een realistisch plaatje hebben van relaties, want onrealistische plaatjes maken je echt uiteindelijk alleen maar ongelukkig. En ik wil heel graag dat je een gelukkige relatie krijgt. En de derde reden is dat als jij je goed voelt, als jij gelukkig bent, dan kan het heel goed zijn dat je ergens een angst hebt dat het wordt afgenomen of dat jij het verpest. En deze kan een beetje onbewuster zijn. Dus het is heel goed om dit eens bij jezelf na te gaan. Van, hey, is dit inderdaad zo bij mij? In hoeverre sta jij jezelf toe om gelukkig te zijn? Om het goed te laten voelen? En je kan dit merken doordat als het een tijdje goed gaat in je relatie, of als je
een heel mooi moment hebt met je partner. Een heel bijzonder fijn moment. En je voelt je heel goed. Kijk dan even wat er dan gebeurt. Het kan dat je het soms toe kan staan. En het kan ook zijn dat je merkt dat eigenlijk op dat soort momenten je ineens iets ziet. Of ergens aan denkt wat je niet leuk vindt aan je partner. Dat ineens je opvalt dat zijn wenkbrauwhaar te lang is. Of dat zijn neus scheef staat. En dit klinkt echt heel erg gek. Maar ik heb dit ook 10 jaar geleden toen ik heel erg twijfelde, heb ik dit ook heel erg gehad. Elk moment dat mooi was, elk moment dat ik me goed voelde, was het net alsof mijn angstbrein gewoon schrok en direct iets moest vinden om me aan te irriteren. Of om iets te vinden wat niet goed was of wat miste in de relatie. Dus die perfectie die je wil, die komt heel vaak ook vanuit een soort angst om je goed te voelen. Want zolang je bent aan het toe bent werken aan het... Ik weet niet of ik daaruit ga komen. Toewerk naar perfectie. Kan je nog, zeg maar, de imperfectie toestaan, maar ook jezelf toestaan om je niet goed te voelen. Maar je denkt, dat komt wel als het allemaal perfect is. Terwijl het werk is om te weten dat een relatie niet perfect hoeft te zijn, dat je partner niet perfect hoeft te zijn, dat jij niet perfect hoeft te zijn en dat je je toch echt goed mag voelen en gelukkig mag voelen, intens gelukkig. Je hoeft niet alles buiten jezelf onder controle te houden en perfect te maken voordat jij je gelukkig mag voelen. Maar dat kan natuurlijk wel voor heel veel angst en spanning zorgen als jij bang bent dat als jij je goed voelt, dat het dan wordt afgenomen of dat jij het verpest. En waar dit vandaan komt is weer, daar kan ik een heel ander filmpje over opnemen. Heel vaak komt dat uit je jeugd, dit soort overtuigingen. Dat kan vanuit allerlei ervaringen komen. Maar het kan heel goed zijn dat je eigenlijk niet helemaal het vertrouwt als het goed voelt. Dat je bang bent dat er dan iets, dat er iets gebeurt. En dat je het kwijtraakt of dat jij het zelf verpest, dat je iets fout doet. Dat is vaak het geval bij de vermijdende hechtingsstijl. Als je al eens over hechtingsstijlen hebt gehoord. Als je dat nog niet zo is, dan kun je ook allemaal filmpjes over vinden op mijn kanaal. Maar de vermijdende hechtingsstijl, de gedesorganiseerde hechtingsstijl, zijn daar vooral heel erg bang voor om hetzelfde verpesten, om hetzelfde saboteren. En daardoor staan ze zichzelf eigenlijk niet toe om het goed te laten voelen. Omdat dat dus gelinkt is aan, ja, maar straks verpest ik het toch en dan raak ik het kwijt. En dan voelt dat nog slechter als ik me nu heel erg goed voel. Snap je het nog? Angstbrein is echt één grote mindfuck. Dus ik snap het heel goed als heel snel gaat. Maar je kan het altijd nog een keer terugkijken. En dan de vierde is, je bent het niet gewend om onvoorwaardelijke liefde te krijgen. En dat kan ook voor angst en spanning zorgen. Omdat als we dat niet gewend zijn, als we gewend zijn dat we ons moeten aanpassen of dat we moeten presteren op een bepaalde manier om liefde te krijgen, om aandacht te krijgen, dan kan het heel ongemakkelijk voelen om dat ineens en zomaar te krijgen. Dan denk je, wat klopt hier niet? Wat gaat er gebeuren? Wat zit hier achter? En het is heel verdrietig eigenlijk dat we zo denken, maar het is niet gek. Het is, je bent zeker niet de enige. En het is echt te helen. Het is absoluut te helen. Onvoorwaardelijke liefde krijgen klinkt heel mooi en heel makkelijk. Maar als we dat niet gewend zijn, dan vinden we dat vaak heel moeilijk en voelt het ongemakkelijk en herkennen we het soms ook niet eens. Dus wat je dan gaat doen is jezelf beschermen door minder te voelen, door de ander minder leuk te maken. Maar je kan ook dus de hele tijd een soort angst en spanning voelen van wat gaat er gebeuren? Waarom krijg ik zomaar liefde en aandacht? Dat klopt toch niet? Dat kan toch niet kloppen? Je angstbrein is altijd op zoek naar wat klopt er niet en hoe kan ik mezelf veilig houden? En ineens heel veel liefde krijgen terwijl je dat niet gewend bent, is iets wat niet klopt, hoe mooi het eigenlijk ook is. Dus dat kan dan heel veel angst en spanning geven. En de laatste is, je vindt het eng om iemand dichtbij te laten komen. Dus relaties, ook hierbij denk je misschien van, ja, maar dat is eigenlijk wat ik wil. Zeker met een gedesorganiseerde hechtingsstijl en een angstige hechtingsstijl ook. Die willen juist heel graag die verbinding en heel dichtbij en passie en al die intense gevoelens. Maar tegelijkertijd kan het heel goed zijn dat je het heel eng vindt om iemand echt heel dichtbij te laten komen. Want er kunnen dan een heleboel dingen gebeuren. Diegene kan je afwijzen. Diegene kan ergens achterkomen wat hij of zij toch niet leuk vindt aan je. En je dan verlaten. Het kan zijn dat als je je helemaal hecht aan diegene en je overgeeft aan de relatie, dat diegene weggaat of overlijdt. En dat zijn allemaal echt grote dingen die heel, heel eng zijn, heel angstig zijn. Dus dan kan het zijn dat je je ook daarin een beetje gaat beschermen door die ander op afstand te houden.
Maar dan kan het dus zijn dat op het moment dat iemand dichtbij komt, dat je angst en spanning gaat voelen. Dus misschien heb je al wel eens gemerkt dat je makkelijker heel veel gevoel hebt in als je je aangetrokken voelt of verliefd bent op onbereikbare partners. En dat is omdat het eigenlijk makkelijker is om diegene niet dichtbij te laten komen. En ook omdat je gewend bent om te werken voor liefde en voor aandacht. Dus als dan iemand dichtbij komt, als je een stabiele, liefdevolle relatie hebt, dan is er ineens heel veel mogelijkheid voor verbinding en om iemand heel dichtbij te laten komen. En als je dat dan heel eng vindt, dan zorgt dat dus voor heel veel angst en spanning. En kan het zijn dat je dat eigenlijk constant voelt, waardoor je denkt, ja, maar er is eigenlijk niks aan de hand. Dit klopt toch niet? Maar gewoon juist het feit dat het stabiel is en liefdevol is en je dat niet gewend bent en bang bent voor die verbinding, kan ervoor zorgen dat je angst en spanning voelt. Er is ook zoiets als verbindingsangst. Filmpje zal ik even hieronder in de omschrijving zetten. En dat is echt precies dit. Dat je bang bent om die verbinding aan te gaan. Om iemand echt dichtbij te laten komen. Maar angst en spanning uiteindelijk brengen je niet dichter bij liefde. En dat heb je waarschijnlijk al wel gemerkt. Meer liefde komt door kracht en vertrouwen. En daarvoor moet je het veilig maken om je heel goed te voelen. Om dat toe te staan. En om iemand dichtbij te laten komen. Dus het is niet een kwestie van alleen maar zoeken naar perfectie. En die angst en spanning eigenlijk volgen. En je angstbrein daarin volgen. Want je angstbrein is alleen maar bezig met jou veilig houden. En je beschermen. En niet met je gelukkig maken. Dus het werk zit hem in vertrouwen en kracht. En mensen dichtbij laten komen. En meer liefde toestaan. Dit is wat we allemaal behandelen in rust en de liefde. Dus als je klaar bent met die angst en spanning in je relatie, dan kun je daar even op kijken. Die link zet ik ook in de omschrijving en dan kan je jezelf op de wachtlijst zetten. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Weet in ieder geval dat als je angst en spanning voelt, dat dat echt niet zegt dat het aan je relatie ligt of dat je relatie niet goed is. Het kan juist het tegenovergestelde zijn.